السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beste mensen, welkom bij Stichting Najiba. Nou, we zijn even tussenuit geweest. Alhamdulillah, we zijn een beetje uitgerust. Maar dat wil niet zeggen dat Stichting Najiba, beste mensen, niet bezig is geweest. We zijn juist heel druk geweest op de achtergrond. Samen met onze vrijwilligers. Zo ook nu gaan we jullie vertellen dat we op de achtergrond druk bezig zijn geweest om mensen te helpen die op punt stonden om op straat gezet te worden. Zoals ook deze weduwe, de moeder die wij zo de beelden gaan laten zien. Deze moeder, weduwe van twee jonge kinderen, die stond op punt om op straat gezet te worden. Omdat zij geen inkomen heeft. Vorig jaar leefde haar man nog. We hebben haar man Larahmo gekend. Die is helaas aan kanker overleden. Hij was ook de kostwinnaar. En sinds hij overleden is, krijgt zij geen rode cent. Ze kon zelfs niet eens boodschappen betalen. En de verhuurder stond op punt om haar op straat te zetten met haar twee jonge kinderen. Alhamdulillah, dankzij mijn nicht die contact met deze vrouw had, die heeft toen contact met mij opgenomen. Zij was al een inzameling gestart in de maand Ramadan. Om voor deze zuster een huis te kopen. Maar het ging zo moeizaam dat ze mij om hulp heeft gevraagd en dat wij Stichting Najiba haar hebben bijgestaan. Maar alhamdulillah, mijn nicht heeft met haar vorigens €13.000 ingezameld. Maar dat was niet genoeg om een huis te kopen voor deze weduwe. De Stichting Najiba is erbij gesprongen en die heeft €17.000 gedoneerd dankzij de lidmaatschap van de donateurs van Stichting Najiba. Totaal, beste mensen, hebben we €30.000 aan dit gezin besteed. Want we hebben namelijk een huis voor hun gekocht. En ook natuurlijk gemeubileerd. We laten jullie de eerste beelden zien van het aankoop van het huis. Dus het huis was nog niet gemeubileerd, maar we hebben het huis voor hun gekocht. Zodat zij in ieder geval alvast een dak boven hun hoofd hebben. In de tussentijd heeft Ayoub ook meubels gekocht. En op dit moment is broeder Ayoub ook bezig om het huis te meubileren. En inshallah zullen jullie dat zien in een tweede deel. Dus we laten jullie nu even de beelden zien van dit gezin. Jonge moeder van twee kinderen. En ik kan jullie zeggen, beste mensen, blijf ons volgen. Want er zijn heel veel gezinnen die helaas op straat komen te liggen. Waarvan Stichting Najiba hun heeft geholpen om een appartementje te kopen of een klein huisje voor hen te kopen. Alhamdulillah doen wij dit samen met de Umma-gemeenschap. En zo zie je ook, beste mensen, waar een lidmaatschap goed voor is. En weet, beste broeder of zuster, elke broeder of zuster die lid bij ons is en die maandelijks ons steunt. En wij kopen hiervan appartementjes of huizen om onderdak te bieden, elke gezin die daar gebruik van maakt, krijg jij daar beloning voor. Of ze dan nou slapen, of ze dan nou eten, of ze nou hun behoeftes doen, ga zo maar door. Het is een sadaqa jariya en jij krijgt daarvoor beloond, subhanallah, zonder dat je het weet. Dus daarom zijn deze lidmaatschappen heel belangrijk. Barakalofikum, kijk naar de beelden en dat wordt vervolgd, inshallah. En er komen nog meer beelden aan, inshallah, om natuurlijk mensen te helpen. Barakalofikum. Oh ja, voor de mensen die ook denken van, nou, we gaan Stichting Najiba benaderen om hulp te vragen. Op dit moment nemen wij geen hulpverzoeken meer aan, omdat we het ontzettend druk hebben. Salaam alaikum. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ik ben hier in de وأنا دخل على جوج ديال الأولاد صغاري واحد السسمين هذا السسمين وهذا سبع سنين وهذا السيد يعني في الدور كانت كارية وهي الظروف اللي كاينة هنا يعني مشى للديوانة وكيمشي الخدمة أصلا ما والو وعلى هذا جوج الأولاد يعني خصهم يلبسوا وتوكلوا بزاف ديال الحوايج وتكلفت بها واحد الوقت في هولندا وجبدت واحد المبلغ اللي هو 13,000 أورو يعني كانت شي كافية باش تشري الدار الحمد لله ديك الوقت اتصلت بينا وحنا تكلفنا بزيادة ديال ديك الفلوس وشرينا لها الدار اللي كنشوفوها هي حنا في الجنة وأجي نشوف هذا الصالون وكيف كيف 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 ك
كثير ربي سرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.